televisieprogramma. Eén woord. Twee lettergrepen. Gulp, broek, ritsluiting. Broek, penis. Klinktas. Klinktas, klinktas. Hik, hik. Pik. Pie. Pie. Twee lettergrepen. Ezel, Wiebel van Linden, schaap, Katrien de Keil, rund, duivel, duivel, Satan, 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 Sata, Sat, Sat, Sa, 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 een tweede, eerste, oeh, Pisa. In het voorjaar van 1985 zou paus Johannes Paulus een bezoek brengen aan Nederland. Pisa deed er alles aan om dit tot een wederzijds succes te maken. Zo, heiligheid, ik ga u eens even promoten. Promoten, Filio Mio? Ja, JR, hè? Uit Dallas, die is een keer in Volendam geweest, is hier razend populair mee geworden. Zie. Kijk, een buitenlander op klompen, daar gaat het hele Nederlandse volk voor op de knieën. Daarom zijn we hier nou op de Zaanse Schans en ga ik van u even een promotiefoto maken. Promotiefoto? Promotiefoto, gaat u maar staan. Zie, waar ben je? Nee, nee, heiligheid, nee, u moet erachter gaan staan, u moet hier gaan staan. Ah. Ja, hier erachter, ja. Kwee. En hier uw hoofd in. Zie. Ja, legt u hem maar in. Ja, zo. Heel goed, heel goed. Oh, die foto gaat echt de hele wereld over, hoor. Uitstekend, heiligheid, heel goed. Zo, Cosie. We zijn klaar. Uitstekend. Kom op, we hebben nog meer te doen vandaag. Natuurlijk wil ik Nederlander worden met de Nederlanders. Maar gaat over een slootje springen niet iets te ver, Filio Mio? Nee, heiligheid. Elk Nederlands kind heeft een keer over een slootje gesprongen. En als u die ervaring met ons wilt delen, dan moet u eroverheen. En het maakt u verschrikkelijk sympathiek, hoor. Zie? Ja. Tutti mi trovano molto simpatico. Zie. Tutti. Tutti. Cosi. Cosi. Kom op, heiligheid. Volle snelheid. Ja, goed zo. Ja. Fantastisch, heiligheid. Echt uitstekend, hoor. Heel goed. Leuk. Slootje springen. En nu? Ja, wat nu? Hoe kom ik weer terug? Ja, terug? Die kant op. U loopt daar helemaal over die brug heen, zo naar Monnikenhuizen en dan via Werkendam komt u hier weer terug. Ja, dat hoort er allemaal bij het slootje springen, hoor. Tot zo, heiligheid. Santa Domenica! We zitten vast, heiligheid. Want anders kom ik gewoon niet in mij. Heb je dat heel goed begrepen? Helemaal mijn sodemieten, maar de paus past onder een viaduct. Ho! Oh, helemaal toeter. Dus in mij, niente viaducten, hè? Niente viaducten en niente brommers. Capito? Het zal niet meer gebeuren, heiligheid. Sorry, no. Hoor. Hier, neemt u deze nou mee naar Rome? Hoe is die? Ja, dat zijn klompen. En die moet u even goed hard mee door de Sint-Pieter rennen. Ja, dat klinkt meesterlijk. Echt, hoor. Pompio, Pio. Hallo, heiligheid. Weet je wie ze nou... Weet je wie de klompen het allerleukste vond? Nou? Koningin Beatrix en Prins Klaus. Oh ja, die waren van de week op bezoek, hè? Zie. Ja. Zulke leuke mensen, Filio Mio. Ja, ze zijn gezellig, hè? Gezellig? Ja, ze zijn... Ach, laat maar zitten. Ga maar staan, want we hebben nog hartstikke veel te doen. Brinkers, dat is dat ventje dat niet wenste te bidden voor bruine bonen. Nee, heiligheid, dat is Bartje. Die heeft ook een beeldje. Maar deze, die heeft met één vinger heel Nederland gered. Anders waren we allemaal ondergelopen. Solo één vinger?
één vingers. Dat wil ik ook. Zo, eiligheid. Kijk eens even. Het water. En hier is de dijk. Kwee. Die zeggen, steek hem nummer... Nee, niet daar natuurlijk. Het water komt toch zo? Ah, capisco. Zo, stupido. Zie, ja. Zie. Kwee. Daar moet de vinger in de dijk. Kwee. Nou, en? Nog nooit in mijn leven heeft de paus zich zo machtig gevoeld. Nou, fantastisch. Haal me maar weer uit. Fantastico, we nog... fantastico, meraviglioso. Ja, hè, man. Vicento come un gigante. Ja, kom dan maar. Zo is het klaar. Geweldig. Ja. Zeg in elk geval tegen het comité dat ik in mei absoluut de vinger in de dijk wil stoppen, Filio. Ja, oké, okay, schiet nou maar op, we doen nog veel meer. Geweldig. Kaasstad. Kaasstad? Ja. Kijk, u ziet, we zijn aan het oefenen voor de kaasmarkt. Zie. Ja. Gekke kleren. Ja, als u nou komt straks in mei, dan zou het zo verschrikkelijk leuk zijn als u ook ging kaas dragen. De paus kaas dragen? Ja, heel Nederland op zijn knieën plat als u dat doet. Echt waar. Wat gek. Ja, gaat u nou maar staan, heiligheid. Het is hartstikke leuk. Eerlijk. Ja, heiligheid. Ja, zo omhoog. En linksaf. Ja, kom op. Ja, kom maar. Heel goed. Hop, hop, hop. Oh, oh, oh. Zie, Alkmaar, no, capito. Nou ja, oké, dan niet. Hier, heiligheid, neemt u dit nou mee naar Rome? Kijk, dit is onze premier, dit is Lubbers. Boe. Ja, boe. En dit is onze vicepremier, dus van Ardennen. Hollandese, Anke. Ja, molto grazie van Ardennen, hè. En dit is Van den Broek, Buitenlandse Zaken. Zie. Dan krijgt u allemaal mee te maken in mij, dus leer die jongens nou goed uit uw hoofd. Hè? Grazie. Dat ik geen fouten maak straks. Si, si, okay? Si, si. Goed. Nou, doe de groet aan Fellini en tot volgende week, hè. Filio Mio. Filio Mio. Dag, heiligheid. We hadden hem opgehangen in de Sixtijnse kapel. Nou? Naast de schilderij van Lazarus. Het was zo'n komische combinatie. Moet ik die man echt een hand geven in mij? Ja, dat moet, want het is wel de vicepremier, hoor. Ik ben bang dat ik dan niet mijn lachen kan houden, Filio Mio. Dan krijgen we het grootste glazen, heiligheid. Nou ja, ga maar gauw staan. Ik begin zo langzamerhand echt een beetje genoeg te krijgen van die Hollandse folklore, Filio Mio. Maar dit gaat u leuk vinden, hoor, heiligheid. Oh ja? Ja. Dit is nou een veemarkt. Ah. En daar barst het van in Holland. Het zou zo leuk zijn als u hier even zou meedoen. Wat moet ik doen dan? Even uw hand ophouden. Zo, even ophouden. Dirk, kan je even komen? Laat eens eventjes aan de heiligheid zien hoe het gaat. Au! Hé, heiligheid, niet zo kleinzerig, hoor. Daar houden Nederlanders niet van. Gewoon terugslaan. Kom op. Zo ja. Va,
verkocht. Wat heb ik verkocht, Filio Mio? Heiligheid, van harte gefeliciteerd. U heeft een prachtige koe gekocht. Santa Domenica, che faccio io con questa quella vacca sul Vaticana nella Vaticana, eh? Una vacca olandese sulla piazza San Pietro. Non è possibile, figlio mio. Hé, man, loop toch niet zo te kankeren. Er groeit toch geen gras op het Sint-Pietersplein? Ik geloof dat het de hoogste tijd is om te melken, Heiligheid. Zo. Moet ik de koe melken? Ja, dit is toch uw koe? Kom op. Zitten. Emmetje eronder. En aan die dingen trekken, Heiligheid. Kwestie? Zie. Ja, dan moet u eraan trekken, hoor. Ah, man, doe eens zo kinderachtig, kom. Nou. Bah! Filio mio! Ja. In mei niente melken, capito? Helemaal betoeterd. Nee, Filio Mio, nee. Dat is morgen toch pas dat ik mijn Urbi et Orbi geef om 12 uur op Nederland 1. Ja, dat weet ik toch wel. Maar je doet dan toch altijd de Nederlandse groeten? Sisi, elk jaar. Nou, die moeten we nu even gaan doornemen, even goed oefenen, want het is wel belangrijk dat u dat goed doet nou, hè, in verband met uw bezoek. Ah, en ja? Mij. Si. Ja, begrijp je wel? Si, capito. Okay, capisco, nou, capisco. Nou, goed, laat even wat horen. Laat even horen hoe u het doet. Nu? Ja. Zoals ik dat morgen zou doen. Ja. Nou, dan gaat het. Espressione olandese. Zalig passen. Stop maar, Heiligheid. Dat is toch echt niks, hoor? Nee? Nee, het is maar goed dat we dat nu even doornemen. Zalig passen, dat zei we toch 10 jaar geleden. U moet zeggen, ik wens jullie allemaal een te gekke pas. Snap je, dat is een beetje eigentijds. Oh. Hè? En kan het ook een beetje in gebroken Nederlands? Dat vinden wij heel charmant namelijk. Oh. Oké? Hé? Nou. Ik wens jullie een te gekke paas. Oké, kom op. Goed, Filio Mio. Expressione olandese. Ik wens jullie een te gekke paas. Ja. Hij komt goed in de buurt, hoor. Komt goed in de richting. Maar kan u deze er nog even bij doen? Ik wens jullie een te gekke paas. Okay? Met de elleboog? Ja, even zo. Hop. Kom op. Nog één keer. Waarom is dat nou weer, Filio Mio? Nee, dat is ook een beetje eigentijds. Dat is een beetje modern. Kom op. Ik wens jullie een te gekke paas. Be
heeft u hem gezien? De pitstoel? Zie. Ja, dan moet u gelijk op. Bij de processie in de bos, de eerste dag al. Oh, mijn arme knieën. En niet zo klagen hoor, hé. Het wordt nou echt tijd om serieus te oefenen. Oké, op de knietjes en dan gaan we. Dansen? Zie! Tros? Zie! Als je nou ergens populair mee wil worden in Nederland, dan is het met de land, de zee en in de lucht. U gaat tobben dansen. Hup! In de tobben, dan gaat u naar beneden. En niet vergeten, aan de bel trekken, heiligheid. Kom op! Klaar, heiligheid? Zie! Ja! Zo, totalmente matto, sifilitico, cazzo, porco, absolutamente m***a. Voglio a Roma, andare a Roma. Zo, Filio Mio, dit was dan mijn laatste werkbezoek. Ik moet zeggen, jullie hebben een interessant land. Ja. Tot ziens. Ho, 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 heiligheid. Heeft u uw welkomsttoespraak al in uw hoofd? Nee, die ken ik uit mijn hoofd. Ah, dat komt goed uit. Dan kunnen we op de valreep nog even oefenen. Gaat u maar staan. Ik heb hier een trainingspodium. Hè? En dan kunt u even laten horen. Kom op. Zo. Ga uw gang maar. In het doel van Breukelen. Als u aankomt in het doel van Breukelen. Ja, oké. Okay. Hey, doe de groeten aan de familie Corleone en dan zie ik u op 11 mei, hè? Die ken ik goed. Oké. Okay. Ja, ja. Ciao. Ciao. Zo, nou, 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 nou. Hé, lekker boompje. Eet maar lekker op. Zo, gaat Pipo even bij mama Lou kijken. Hé, nou, nou, nou. Oh, dikke deur. Ah. Oh. Oh. Niks zeggen, niks zeggen Pipo zeggen hoor, mama Lou. Oh, nee, dikke deur. Ah. Als je maar een beetje opschiet. Ja, ja. Oh, dikke deur. Koeien, Pipo. Oh, dikke deur. Koeien. Oh, dikke deur. Pipo, koeien. Schappendeflap. Pipo. Koeien. Oh, no, 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 no. Mama Lou heeft zo ruzie met de dikke deur. Oh, Klukluk. Oh. Mama Lou van de hele lekkere. Klukluk van de hele vlugge. Oma Klukluk niet van de al te vlugge. Anders vindt Mama Lou het niet van de lekkere. Klukluk nu boogspannen.
en pijl afschieten. Oef, oef, zo, oef, 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 ugge, ugge. Oh, kleur, kleur. Oh, no, 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 no. Nou heeft mama Lou ook al ruzie met Kluk-Kluk. Dat vindt Pipo helemaal niet leuk. Nou, dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Dag Pipo. Iedereen zijn bal voldeed, het hele lesuur lang, maak de zon die voor je ligt, en wie spiekt gaat op de gang. Doodse stilte in de zaal voor de alles beslissende vraag. Ben je zenuwachtig? Ja. Goed geantwoord! Geweldig! Fantastisch! Student, kom even en breng meneer Glibbekerker naar de loofpunten wacht. Geweldig! Van het voorafgaande. Geen!
kamer even doen. Ben jij nieuw hier? Ja, meneer. En ik dacht, laat ik maar met de gezelligste kamer beginnen. Hoe heet jij? Polly. Hey, Polly. Weet je waar het ook heel erg stoffig is? Hier. Hey, Paul. Zullen we vanavond naar de film gaan? Anders wordt Pinkeltje wakker. Weg die man, weg die man. Kan die man niet weg? La 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 la. Oh, sorry meneer. Ik wist niet dat u hier bed zat. Hé, hey, Polly! Schone handdoekjes. Zo te zien is het water ontzettend koud, meneer. Zo verschrikkelijk verliefd op. Zou die me de volgende week nog zo leuk vinden, jongens? U had bloemen besteld? Ja, oh, zijn ze er al. Dat ga ze gelijk brengen. Weg die man, weg die man, kan die man niet weg. Die zijn voor jou. Ah, dat doe je. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, de jas valt open. Nou, weet je, hou dit er dan maar even voor. Goh, Roze, toch wel lief van hem. Tot de volgende keer. Wat een ontzettend mooi lied, meneer. En ik speel nog meer instrumenten. Oh ja? Wat dan? De fluit. De fluit? Zal dan wel een piccolootje wezen. Wat een stem, hè? Vandaag of morgen komt hij met een drumband. Tot de volgende week, jongens. Dan volgt nu alweer deel 6 van ons. Naar blijkt... duidelijk iets te veel over de hoofden van Jan Modaal heen schietende feuilleton. Het kamermeisje. Zal Polly bezwijken voor Harry's hartverscheurende pogingen haar te veroveren? Hé, hey, Pol, waar ga je naartoe? Naar mijn ouders, meneer. Zal ik je even wegbrengen dan? Ja, is goed. Ja? Ja. Nou, lekker. Thank you.
nummertje, meneer? Dat zijn mevrouw ook vannacht. Toch niet ondeugend worden, hè? Het zit hier warm in de auto. Samme. Een klapwond. Oh, sorry, meneer. Verdomme, ik heb een te kleine kriek. Wat zegt u, meneer? Ik heb een te kleine krik. Oh, krik? Ik dacht al. Ai, en nu moet hij ook nog bij haar ouders op bezoek. Hey, meid, hoe is het met jou? Hallo meid. Dat heb je niet gezien, hè? Nou, god, wat zijn jullie laat. Ja. Dag meneer. Ja, we hebben een... Hallo pa. Hallo. Oh, ja, we hebben een klapband gehad. Ja, dat zal wel. Zo, man. Dit is nou meneer Harry. Is dat die meneer van Pinkeltje? Hé, ma. Nee. Zeg, man. Mag meneer Harry zich hier even wassen? Hij mag douchen ook. Suzanne. Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Alsjeblieft, meneer, ik ga hem doen. Dank u wel. Ja, voor boven. Maar deze is voor mijn andere. Wat een verschutting zeg, maar toch ook! Wat pijnlijk! Tot de volgende keer, jongen. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Als je in mijn ogen kijkt, zeg dat je hé, mam, wat geeft dat nou? Schat, ik hou van jou. Ja, ja, ze kunnen alles zien, ja. Nee, natuurlijk niet. Oh, je snapt er niks van. Nee, dat heeft helemaal niks met die reep te maken. Oké. Dag, mam. Wie was dat? Mijn moeder. Ze vroeg of het wel functioneel was. Ja, wat? Dat. Oh la la, liefhebbers. Wat zou er met die hand gebeuren? Ik weet wel wat ik met het handje ga doen. Liefhebbers, opgelet. Dan volgt nu, het kondigde zich eigenlijk al aan, het slot van ons feuilleton, het kamermeisje. Helaas, we bleken toch te elitair in the end. Kijk me deze scène nu toch eens aan, je reinste vastbinder. Moeten we daar niet mee wachten tot we getrouwd zijn, Paul? Kan dat meteen vandaag dan? Ja, en een beetje kijken. Ja, heel mooi. En ga snijden. En nu wil ik een kusje zien. Dan geef ik een... Oei, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ha. Leuk dat je gekomen bent. Polly. Hartstikke gefeliciteerd. Dank u wel, meneer Spaan. He? Je moet de bruid weer een zoen geven. Ja? Ja, dat hoort erbij. Oh. Goedenavond, ouwe Joost. Dankjewel. Hey, leuk.
Lieve jongens, hè, die meneer Spaan. Die moeten we een keer te eten vragen. Die eet nooit. Je hebt nooit honger. Nee? Ja. Hé, meneer, doe gewoon. Doe jou op. Lekker, hè, meneer? Zalig. Ik hoop wel dat ze de zaterdag tegen Malta iets makkelijker ingaan. Eind goed, al goed. En zo kwam er dan toch nog een happy end aan het slot. Ze leefden nog lang en gelukkig. Polly achter het fornuis en de droogtrommel. Harry bouwend aan hun beider toekomst. Wat is het? Ik ben ingebroken in het ministerie van Algemene Zaken. Hulp! Ja! Lubbers! Ja! Wat zegt hij? Zegt hij wat? Ja, kijk hier, moet je opletten. Ministerie Algemene Zaken, zegt hij. Wie bent u? Wie bent u? Wie ben jij? Harry Vermeegh. Nee, Harry, natuurlijk niet! Je bent niet Harry, dan weet hij gelijk wie je bent. Oh, wat dan? Zeg maar dat je Nelly Smit-Roes bent. Nelly Smit. Ja, schiet op. Kroes. Nou, ben zo benieuwd wat hij nou gaat zeggen. Ja, moet je opletten. Even kijken hoor, weten we gelijk hoe dat zit tussen die twee. Hè? Ingebroken, zeg maar, ik ben Lubbers. Rulup, ja hoor. Hoi Neel. Hoi Neel, zijn jullie vanavond thuis? Ik heb een idee. Om erachter te komen of die voor hem of voor haar komt, voor Smit of voor Kroes, zeg je dat zij alleen thuis is. Kom. Alleen ik. Rudy. Ja. Nou ben ik toch zo benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik bedoel, hij kan voor zich. Daar komt hij. Heel lekker. Ik word nu al geil. Met een lange ei. Dat is niet goed. Nee, niet goed. Dat moet je wel even opwijzen. Ja. Ik ook. Wil jij daar ook helpen? Maar dan wel met EI. Nou. Zo. Eens even kijken of hij hiervan teruggeeft. Komt-ie weer. Stil maar. Zal ik me leren pak aandoen? Verdamme. Zal ik vragen of je ze zweet? Nee, ik wil nu niks meer weten. En jawel. Ik wil de... Ach, gat, maar dan zie ik in Den Haag vandaag die Lubbers en dan denk ik aan dat leren pak. Gadverdamme. Karin Bloemen probeert in de Frank Kramer Show een glas kapot te zingen. Ze kon het niet, hè? Nee. Nou, ik weet zeker dat jij het wel kan, hè? Ja? Ja, dat weet ik zeker. Ja? Ja. Dat durf je om te wedden? Ja, dat durf ik om te wedden, ja. Ja, dat denk ik dat. Als dat jou niet lukt, dan schier ik mijn baard af. Oké, dan wedden we op. Ik ga proberen. Nee, dat lukt jou wel, hoor. Ja. Nou, daar gaat ie. Je weet het, Henk, zo'n harde stem. Henk, is dat alles? Het gaat niet, hè? Nee, je luistert me erin. Kom op. Oké, ik doe het nog. Kom op, weet je uit. Kom op. Doe het nog niet. Kom op. Is niet gelukt. Henk? Het is niet gelukt. Was dit echt alles wat je had? Was op de toppen van mijn longen. Nee. Eerlijk? Ja. Ja. Moet hij er nou af? Inderdaad. Die is eraf. Ja. God, het is geen gezicht, Harry.
Het is geen... Wat een kop, zeg! Het is geen boom. Nee? Nee! Ja, ik heb gegokt en ik heb verloren, Henk. Ja, ja, en dat terwijl het in de repetitie toch zo goed ging, hè? Ja. Toen deed ik gewoon zo. Ja. Zo, nou, dan gaan we nu beginnen met ons eindspel. Ja. Harry, Rita, kom erbij. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Goed, nou, welk nummer nemen jullie? Het eerste spel gaat om 10.000 gulden. Welk nummer jij? Tijd gaat nu in. Welk nummer? Nummer 1. Nummer 1, klopt. Vlug, 1. Ja, 1. Goed. Hoe oud is Sonja Barend? Hoe oud is Sonja Barend? Jij neemt de kranten. Okay. Wat doe jij nou? Ga bellen. Waar zit de mevrouw in? Ik mis. Wat doe jij nou? Daar zit een mevrouw in. Stommeling! Ga de vraag naar de zaal. Vraag naar de zaal. Een beetje reëel blijven, jongens. 55. Het gaat om een hoop geld. Kom op. Waar is Sonja Barend? Doe eens geen af. 64. Dat is goed. Gaan we door? Ja. Trek een tand bij je partner. Rustig. Schiet een beetje op. Ja! Nee, stommeling, dat is een kies! Geef hier! Ja, doe dan! Rustig. Dank! Ja! Oké, door. Dit spel gaat om 500 gulden. 4. Haal uit de zaal 20 oorbellen. Jongens! 20 oorbellen uit de zaal! Oorbellen! Kom nou, oorbellen! Geef nou! Oorbellen! Kom! Zeg maar hier neer, leg hier. Zo. Goed, ja. Het is niet genoeg! Kom dan! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12! Nee, laat mij nou tellen, stommeling! 11, 12! Ja, die telt ook! Nee, nee. Ja, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Ja! Ja! Stop! Doe dat niet zo stom! Nee. En ga dan door, het gaat om 50.000 gulden! Stop. Zeg dat niet door, Hans! Oké, we gaan door! Ja, we gaan door! Vijf! Kom, vlug, schiet daar toch op! Rustig. Ik ben ook heel rustig. We gaan nu naar het spel. Raak het rode puntje. Jullie kennen de bedoeling. Ja. Er staat 220 volt op het kippengaas. Ja. Met de stok, ijzeren stok, raak je het rode puntje in binnen. Wie gaat het doen? Ga maar weer. Heel rustig. Ga maar weer. Jongens, wees een beetje stil dan. Rustig. Bibber je niet? Hij bibbert te veel. Rustig. We hebben alle tijd. Rustig. Kom maar. Ja. Oh nee. Ja. Hou hem. Rustig. Wat stom. Oh, ik vind dat zo en nou is ze er geweest. Laat maar, Willem. Nou is ze er geweest. Geef niet, Willem. Ja, maar ik vind het zo stom van haar. Het is maar een spelletje. 50.000 gulden en nou is ze er niet meer. Het is maar een spelletje, Willem. Geef niks. Zoals u misschien weet, zijn wij op zoek naar de gewone man. Zie jij al een gewone man? Nee, absoluut niet. Ik ook niet.
Ho! Gewoon, hè, die man daar. Ja, ja. Meneer! Meneer! Mag ik u even wat vragen? Ja. Bent u getrouwd? Ja, 2 kinderen. Oh ja, een jongen en een meisje zeker, hè? Ja. Wat gewoon, zeg. Wat doet u zoal in uw vrije tijd? Elke zaterdagochtend was ik voor de deur mijn auto. Oh, nou, gewoon kan het eigenlijk niet, hè? Nee, het is wel gewoon. Nog één vraagje, wat heeft u eigenlijk in de herfstvakantie gedaan? Oh, toen hebben we een huisje gehuurd bij Sport en Centrum. Nou, is deze niet te gewoon, deze man? Nou, hij kan niet gewoon genoeg zijn, hoor. Zeg, meneer, kunt u even onmiddellijk hier komen? Ja. Dan kunnen we u gaan voorstellen bij de VARA even, want dan hebben we u heel hard nodig. Ja, kom even hier. Ho, maar weet je wat ik wel zie? Ja? Een Opel Kadett. Oh ja. Zie je? Dat is wel ontzettend gewoon, zeg. Dat is gewoon, hè? Ja. Kom op, jongen, erachteraan. Daar zou die business in kunnen zitten. Kom op, harder. Harder. Ja, kom op. Aan je handrem hangen. Kom. Oh! We hebben hem, kom op! Ja, Harris. Goedemiddag, heren. Kan ik iets voor u doen? Kom. Ja. Het punt was... Het zit eigenlijk zo... We zochten de gewone man. Ja. Meneer Schilperoort. Oh, nou, veel succes dan weer, hoor. Zullen we heel vlug wegwezen nu? Pijnlijk, ja. Beetje gênant, hè? Wat voor maat schoenen heeft u? Ik heb maat 42. Wat? Jezus! Oh, wat ontzettend gewoon, zeg. Heel gewoon. Wil jij nog iets vragen? Of nou, of nou, is het hem? Nou, ik wil even voor weten. Voor de zekerheid? Ja. Favoriete zangeres, heeft u die? Nana Mascuri. Oh, hier blijven. Het is hem, hoor. Het is hem. Ja, Komt u even onmiddellijk mee naar de VARA? Ja. Want wij hebben u heel erg hard nodig. Sorry, heren. Mag ik even een plasje plegen? Ik moet zo nodig. Man die een boom ompiest. Echt niet. Ik geloof het ook niet. Nee, hè? Nee. Het is hem weer niet, hè? Kom op. Zie jij een gewone man? Absoluut niet. Ho! En deze meneer dan? Ja. Goedemorgen, meneer. Mogen wij u even iets vragen? Ja. Weet u al wat u van de zomer gaat doen? Wij gaan elke jaar 2 weken naar Lorette Mar. Nou, dat vinden wij behoorlijk gewoon. Ik geloof dat we hem al meteen hebben, hoor. Nou. Rookt u? Zeker. Maar ik ga 1 januari hou ik hem mee op. Nou, het is eigenlijk niet meer nodig, want we hebben hem nu echt gevonden. Ja, dat is hem wel, hoor. Maar voor de zekerheid, wat vindt u nou het leukste van oudjaar vieren? Het leukste? Ja. Nou, we gaan met z'n allen naar buiten als de klok van 12 slaat, uiteraard. Ja. En dan mag ik de buurvrouw kussen. Oh, wat gewoon. Ontzettend gewoon. En zeker daarna om even naar kijken op televisie. Uiteraard. Nou ja. Dit leidt geen enkele twijfel. Dit is hem. Wilt u met ons nu meegaan naar de VARA? Hou goed vast. Natuurlijk. Ja? Gaat u met mij mee? Ik heb mijn auto daar staan. Oh, ja. Uitstekend, dan rijden we met meneer mee. Weg.
ik geen zakdoek bij me. Zeg meneer. Mag ik even wat vragen? Ja hoor. Wat gaat u nou met de kerstdagen doen? De eerste kerstdag ga ik bij mijn schoonouders eten. Ja, ja en de tweede kerstdag zeker? Bij mijn ouders. Ja! Gewoon hè? Oh, wat gewoon zeg hé. Zeg, mag ik ook iets vragen? Jazeker. Wat eet u zoal in het weekend? Nou, zaterdagavond eten wij soep met brood. Ja, en in de soep? Mag ie. Mag ie in de soep? Wat gewoon, 7 miljoen flesjes. Oh, wat gewoon. En zondags? Haal een Chinees. Ah! Dan haalt die Chinees. Wat gewoon, zeg. Wat ontzettend gewoon. Is er wel heen? Kan u even met ons meekomen? Jazeker. Even vlug naar de Vara, kan dat? Ja. Ja? Is dat goed? Ja. Godsam op de paal. Zo. Goedenavond, meneer. Wij zoeken de gewone man. Mogen we even binnenkomen? Natuurlijk. Ja? Goed. Ja. Nou, hier zitten we dan. De eerste vraag is... waarom moet u nou verschrikkelijk lachen? Dat weet ik wel. Gisteravond was mijn zwager. Die was 12,5 jaar getrouwd gisteren. En die zijn we met z'n allen geweest. En toen ging hij een foto maken van ons allemaal. En toen stond ik naast hem. En toen deed ik zo. En dat had hij niet eens in de gaten. Zo met z'n allen. Nou, dat is tamelijk gewoon. Dat is wel gewoon, ja. Wat is nou de beste film die u ooit heeft gezien? Ja, dan moet ik weer even denken, hoor. Ja, ik weet het wel. De vier fasen die rammen erop los. Met die dikke, met die baard. Die Bud Spencer. Ja, die is de goeie. Nou, het zal het wel zijn, voor alle zekerheid nog één vraag. Dat is wel heel gewoon, ja. Wat is uw grootste wens? Ja, ik weet het. Ik wou dat ik rijk was en niet zo knap. Wat zegt u? Dat ik rijk was en niet zo knap. Een goeie. Het leidt geen twijfel, meneer wou dat hij rijk was en niet zo knap. Gewoner kan het niet. Zou u met ons mee willen komen naar de VARA? Want daar zitten ze te springen om mensen zoals u. Oh, ik wil wel mee, ja. Ja? Ja, maar voor ik ga eerst nog even dit doen. Smiddags naar de stad. Naast mijn schoenen loop ik niet. Ik heb maatje 42. Heel gewoon, doodgewoon. Ik heb een dochter en een zoon. Heel gewoon, doodgewoon. Een rijtjeshuis waarin ik woon. Zijn vrouw zit in de caravan. En in het weekend gaat hij ook. Moet hij wel. Ik
bed. Van voren word ik al wat kaal. Een regenjas, een ruitjespet. Als ik naar bed ga, ben ik zo moe. Zo afgepeigerd dat ik het alleen maar in het weekend doe. Naast mijn schoenen loop ik niet. Ik heb maatje 42, 42. Heel gewoon, heel gewoon. Ik heb een dochter en een zoon. Heel gewoon, heel gewoon. Een rijtjeshuis waarin ik woon. Heel gewoon, heel gewoon. Gewone man, en daar is er maar eentje van. Goed beschouwd ben ik uniek, in mij zit doodgewoon muziek. Heel gewoon, doodgewoon. Heel gewoon, doodgewoon. Ja, ogenblikje. Hallo? Wat zegt u? Voor ons? Ja, we komen meteen. Ja, we moeten meteen weg. Er was de VARA-portier, er staat iemand voor de deur te krijsen. Bordes, voor ons. We moeten meteen komen. Oh, kom. Spaan! Spaan van Meegeren! Waar zijn jullie nou? Stel ik jou lamzakken! Zullen komieke cabaretiers, waar zijn jullie nou, hè? Hier sta ik, hè? Ik ben er hoor, heel gewoon, ja. Heel gewoon, doodgewoon. En ik heb een dochter en een zoon. Ja, inderdaad, ja. Bam. Jezus Christus, daar is hij. Wat heeft hij? Ga jij maar voor. Ja. Stelletje. Ja, jullie moeten ik hebben. Moet je eens even luisteren. Jullie zoeken me toch, hè? Hier ben ik, stelletje vieze glures. Durven jullie wel, hè? Ik heb jullie wel gezien hoe al die weken door de ramen staat te gluren, hè? Bij een fatsoenlijke man als ik. Durven jullie wel, eikels? Zakken? Ja, wij werden ook maar gestuurd, hoor. Ja, dat zei ze 40 jaar geleden ook, hè, Spaantje? Ho, kan het even ietsje minder? Ietsje minder. Ha, wat gewoon, ietsje minder. Weten jullie wel wat jullie me hebben aangedaan? Weet je het wel? Ik ben een trend geworden. Ik kan mezelf gewoon niet meer zijn. Ik ben helemaal overspannen van geraakt. Baardaap, Spaantje, maatje 42, 42. Houd de kop! Maatje 42 is al maanden uitverkocht, dus nergens meer te krijgen. En hoe weten jullie trouwens, hoe zijn jullie erachter gekomen dat ik 2 keer per week met mijn vrouw doe? Dat gaat jullie geen donder aan, dat gaat jullie geen flikker aan. Ja, wat wilt u nou eigenlijk? Wat ik wil, dat het ophoudt, dat wil ik. En dit is mijn ultimatum. Ik word nu lid van de VARA en jullie hebben het nooit meer over mij. Afgesproken? Afgesproken, akkoord. Alsof wij er niet doodziek van zijn geworden. Goed. Oké, meneer, we waren bezig met mop en de bar. Dan gaan we nu door. Oké. Nou. En hier zit ik dan voor het eerst in het nieuwe Sarajevo-decor. Voor een rechtstreeks verslag van het paarrijden schakelen we nu over naar mijn collega Joyce Oogappel in Sarajevo. Zij wonen in Vancouver. Hier een Siberische dribbelpas.
Wat een schitterend staaltje choreografie. Oh, wat jammer, dat gaat puntjes kosten. En hier de trotse ouders, de heer en mevrouw Daktegel. Wat een schitterend staaltje choreografie, toch? Oh, als dat maar geen blessure oplevert. Gelukkig weer. Johnny 23 24 18 19 15. En kijk hier eens, 5.9 van mevrouw Benedict. IJsdammen nu, en wel tussen twee giganten uit deze wereld. Links zien wij Harm Wiersma. Hier hebben we hem al in beeld. De huidige wereldkampioen, ons allen bekend. En zijn tegenstander is Jannes van der Wal, de vorige wereldkampioen. Wiersma heeft net een zet gedaan en Van der Wal gaat daar eens even rustig over nadenken. Daar komt Van der Wal langs om even de stelling nog in zich op te nemen. En zo aan zijn bewegingen te zien, lijkt het erop dat hij een goed antwoord heeft gevonden op het probleem dat Wiersma hem heeft voorgeschoteld. Kijk eens even hoe enthousiast hij daar op het dambord afkomt. Kijk toch nog eerst even. En daar is hij dan. Kijken wat hij doet. Nee. Hij leek te gaan slaan. Gaat toch nog even zitten. 1, 2, 3, 4. Fantastisch. Een dam voor Van der Wal. Nu is de tijd voor Wiersma om hier eens goed over na te denken. Een enorm probleem voor hem natuurlijk, ook voor Jannes, maar vooral voor de wereldkampioen. Kijk eens, hij zit in de grootste problemen. Daar komt hij overeind. En ik ben benieuwd wat zijn antwoord zal zijn op die vierslag van Jannes van der Wal. Gaat zitten en ja, slaat gelijk een schijf. En dit is een intimidatiepoging van Jannes van der Wal om Wiersma uit zijn concentratie te halen. Dat kan niet anders. En oh, kijk dit eens even. Verrassende set van Jannes van der Wal. Toen nog even een stapje achteruit. En oh jee, nu wordt er heel druk geslagen en verrassend en bijzonder interessant eindspel en remise aangeboden door Wiersma en geaccepteerd door Van der Wal. Einde van deze partij. Droom die zo hoorde bij muziek.
Van Mary en het faithful klinkt het geluid lang niet zo zwoel. Weg is dat gevoel van romantiek. Krijg nooit weer kippenvel. En toch probeer het wel. Maar zoals toen is niet meer. Zoals ik dat wil, ik huil niet meer om crying in the rain. Het kippenvel van pubertijd ben ik nu alweer jaren kwijt. Spoorloos verdwenen in de tijd.